Ik heb weer zo'n ruzie met de buurvrouw. Nee, maar wat gebeurt er? Ik heb hier een schilderij. Ik laat hem even zien. Kijk, hier, dit schilderij liet ik zien. Die ladder kijkt er even niet naar. Want de buurman wilde ook een lampje bij me indraaien. Ja, zo. Maar in ieder geval, we stonden zo met z'n tweeën naar het schilderij te kijken. En toen deed ik een stap naar achter, zo. En hier staat het bed. Dus omdat ik met mijn been tegen het bed aanstootte, struikelde ik, viel ik zo achterover. Ik doe het even slow motion voor, dus ik viel zo op mijn rug op het bed. En tijdens de schrik dat ik viel, trok me iets omhoog van de schrik zo. Maar terwijl ik me omhoog trok, ging mijn rokje naar beneden. Nou, tijdens die val had ik de buurman aan zijn arm getrokken. Dus dan kun je het weer even zien. Ik viel en ik trek de buurman. Ik ga het nog een keer doen, kijk. Ja, dus ik viel en in mijn val pak ik de buurman bij zijn arm. Zo, hij valt mee. Trek omhoog. Omdat hij dus halverwege over me heen viel, maar ook schrok en wilde weten hoe het met me ging, kroop hij omhoog over me heen en bij het omhoog kruipen ging zijn broek uit per ongeluk. Ik lig zwaar geschrokken op mijn bed op mijn rug, buurman over me heen en toen kwam de buurvrouw binnen. Dus de buurman en ik keken die kant op en ja, we schrokken en de buurvrouw heel boos schreeuwen en gillen. De buurvrouw was dus heel erg boos, dus de buurman en ik gingen haar uitleggen dat wat ze zag, dat het niet is wat ze dacht. En toen gingen we uitleggen wat er aan gebeurd was en aan de hand was. En dat het heel pijnlijk was ook voor ons. Want ik heb een beetje pijn in mijn rug en in mijn liezen. En de buurman had ook een beetje pijn aan zijn been. En toen werd ze gelukkig weer rustig. En toen geloofde ze dus wat er echt gebeurd was. En ja, net zijn ze weggegaan. En mijn hart zat echt in mijn keel hoor. Wat een gedoe allemaal weer. Maar snap je, daar ga je toch niet om liegen, zoiets. Doe even normaal.